punt is dat Alzheimer in de loop van al tientallen jaren ontstaat. En tegen de tijd dat er dan geheugenstoornissen en daarna dementie ontstaan, zijn de hersenen gewoon kapot. En die herstel je niet meer. Dus waar we naartoe moeten, is dat we de Alzheimer hersenschade al stoppen voordat de dementie begonnen is.